Voor het nieuwe parlementsgebouw van de Verenigde Staten van Indonesië rijden vele en mooie auto's af en aan. Zij brengen de leden van de voorlopige volksvertegenwoordiging en de Senaat, alsmede de leden van de regering en het corps diplomatiek, die de eerste parlementszitting ooit in Indonesië gehouden, zullen bijwonen. Voor het gebouw, de vroegere Concordia Club, arriveert hier de Nederlandse hoge commissaris Dr. Hirschfeld. En dan zien we de pas geaccrediteerde ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk, de heer Kermode. Even later rijdt ook de Cadillac van minister-president Hatta daarvoor. Als president Sukarno arriveert, presenteren de wachten het geweer en zet het orkest van de brandweer het Indonesia Raya in. In gezelschap van Sultan Hamengkubuwono gaat dan de president het gebouw binnen om de eerste zitting van het parlement te openen met een rede. Een commissie van ontvangst, bestaande uit de oudste parlementariërs, begeleidt de president naar zijn zetel in het midden van de zaal, juist tegenover de plaats van de voorlopige voorzitter. Links en rechts van president Sukarno zijn de plaatsen van het kabinet. In de banken zitten 123 leden van het nog incomplete Huis van Afgevaardigden en de 32 leden van de Senaat. Op de achtergrond hebben de buitenlandse vertegenwoordigers hun plaatsen ingenomen. De voorzitter, Sondar Daeng Matayang, verleent dan het woord aan ingenieur Sukarno. Sekarang saya harap rapat yang terhormat memperhatikan dengan seksama amanat presiden kita. Het nieuwe wapen van de Verenigde Staten van Indonesië, voorstellende de Garuda, de nationale vogel, prijkt boven de president, die dan het woord neemt voor het uitspreken van zijn parlementaire openingsrede die 80 minuten zal duren. Sidang yang terhormat. Marilah kita lebih dahulu bersama-sama memekikkan salam nasional kita. Merdeka! Sidang yang terhormat. Saya mengucap syukur alhamdulillah. Hari ini telah dapat berhadapan muka Ingenieur Sukarno verwelkomt alle aanwezigen met de nationale groet en begint zijn toespraak met erop te wijzen dat de opening van het parlement de basis vormt voor de ontwikkeling van het democratische systeem waarop de nieuwe staat is gegrondvest. Hij maakt het duidelijk dat dit parlement een voorlopig karakter heeft en daarom de regering niet tot aftreden zal kunnen dwingen. Dit is daarom niet mogelijk, aldus de president, omdat het niet door het volk is gekozen en als zodanig geen weerspiegeling is van de wil van het volk. Wanneer er een conflict ontstaat tussen de volksvertegenwoordiging en de regering, dan kan het parlement de regering niet tot capituleren dwingen en het conflict zal dus blijven voortbestaan met alle gevolgen van dien. Afgezien hiervan, zo zegt ingenieur Sukarno, zal het parlement echter volledige controle op de politiek van het kabinet kunnen uitoefenen. Demikian juga beberapa anggota pemerintah dan parlemen telah berkali-kali mengatakan bahwa kemerdekaan nasional bukanlah tujuan yang terakhir bagi kita. Bagi kita, Indonesia merdeka tak bukan dan tak lebih, hanyalah syarat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dalam arti jasmani maupun rohani. Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat. Als een lichaam dat het volk vertegenwoordigt, verlangt het parlement om het accent te leggen op het doel, zo zegt de president. De regering daarentegen houdt meer het oog op de mogelijkheden die nu eenmaal aan beperkingen onderhevig zijn. Deze beperkingen nu worden veroorzaakt door de financiële toestand van het land. De regering zal dus moeten roeien met de riemen die zij heeft. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme tuan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme tuan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang. Dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang nyata,
yang tak dapat disingkirkan atau ditiadakan dengan perkataan. De president gaat dan verder met erop te wijzen dat het idealisme, zoals dit kan worden verwacht van dit parlement, een waardevolle stimulans kan vormen voor de regeringspolitiek. Maar, zo waarschuwt ingenieur Sukarno, laat uw idealen in overeenstemming zijn met de realiteit. In de grond van de zaak zijn de idealen van de regering en parlement dezelfde. Maar bij deze idealen is het bezitten van een vaste wil en het geduld om moeilijkheden te boven te komen van groot belang. In dit verband kritiseert de president degenen die de regering verwijten dat zij in deze ene maand van het bestuur nog niets voor de volkswelvaart heeft gepresteerd. Apa jalan-jalan itu? Di antaranya ialah, pertama, mengadakan rasionalisasi dalam susunan negara dan dalam badan-badan dan alat-alat pemerintahan. Struktur daripada negara kita sebagai federasi pada prinsipnya mungkin dipertahankan. Tetapi kalau federasi itu terdiri dari bagian-bagian... Vervolgens bespreekt de president de noodzaak van rationalisatie in verband met de benarde financiële positie van de staat. Rationalisatie is nodig in de structuur van de staat, speciaal in de gouvernementsinstellingen, terwijl verder een nauwgezette controle moet worden gevoerd op de financiële politiek van de verschillende deelstaten. Als andere middelen ter dekking van de tekorten noemt de president een gewijzigde belastingpolitiek en leningen uit het buitenland. Verder moeten smokkelbestrijder krachten worden ten hand genomen. Sprekende over leningen, uit ingenieur Sukarno de verwachting dat Nederland bereid zal zijn een bedrag van 500 miljoen gulden aan Indonesië in kredieten te verstrekken. Als al deze maatregelen in acht worden genomen, gelooft de president dat de gevaren van inflatie kunnen worden voorkomen en dat het land binnen 5 jaar weer op de been kan zijn. Atas kewajiban sosial terhadap kepada kaum buruh dan rakyat akan dapat memberi sumbangan yang tidak kecil untuk meringankan beban pemerintah dengan menempatkan tenaga-tenaga yang berkelebihan di dalam perusahaan-perusahaannya itu. Oleh karena itu, maka lebih jelaslah lagi betapa pentingnya adanya keamanan dan ketentraman di seluruh Indonesia. De volgende paragraaf is gewijd aan de arbeidsverhoudingen. De president maant de werkers van Indonesië tot matigheid en brengt naar voren dat de volmaking van de Indonesische arbeidersbeweging in dit verband een verbiedende eis is. Hij garandeert de vrijheid van ageren voor de vakverenigingen en geeft aan de werkgevers in overweging om door positieve maatregelen en een positieve houding nieuwe omstandigheden te scheppen om de ontwikkeling van de vrije arbeidersorganisatie mogelijk te maken. Ingenieur Sukarno kondigt aan dat in de komende maanden verschillende sociale wetten zullen worden ingediend. Deze nieuwe arbeidswetgeving is gericht op versterking van de positie der Indonesische werkers. De regering treedt nu reeds als bemiddelaar op in de verschillende stakingen die in deze labiele overgangstijd zijn uitgebroken, zo zegt de president. In zijn verdere beschouwingen legt de president ook de nadruk op de gevaren van de Westerling-actie. Tidak boleh dipandang remeh. Siapa selama ini yang memasang kupingnya dan membukakan matanya tahu bahwa aksi Westerling ini telah disiapkan oleh kaum reaksioner lama. In dit verband betreurt spreker het dat de Westerling-beweging zo diep is doorgedrongen in de Darul Islam-organisatie. In aanmerking genomen de tactiek van Westerling om het knil tegen de TNI uit te spelen, heeft de regering zich ingespannen een botsing te voorkomen. Hierbij memoreert ingenieur Sukarno de goede samenwerking met de Nederlandse regering, zoals die werd duidelijk gemaakt in de gezamenlijke verklaring van de heren Hatta en Schiersveld. Membuktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia tidak sanggup menjaga. Dalam siasatnya, Westerling mempergunakan pengaruhnya dalam kalangan pasukan-pasukan yang berada di bawah komando tentara Belanda dan mencoba membujuk mereka itu untuk ikut serta dalam aksinya. De regering, zo gaat de president verder, heeft de vaste wil om alle ordeverstoorders weg te vagen en ze is ervan overtuigd dat de orde binnen niet al te lange tijd zal terugkeren. Ook voor de journalisten heeft ingenieur Sukarno een berisping in petto. Hun verwijt hij dat hun verlangen naar nieuws over de Westerlingactie zo ver ging dat het landsbelang vergeten werd. Omdat de regering haar strategische geheimen niet wenste te onthullen, werd zij tot zwak bestempeld. Maar bij het wegvagen van de ordeverstoorders zal de regering niet veel spreken. Behalve dan om bewijzen te leveren. Nogmaals wijst spreker op de vastbeslotenheid van het kabinet om het wettig gezag krachtig te handhaven,
zoals dat destijds bij de communistische opstand in Madiun eveneens gebleken is. Didasarkan atas kebijaksanaan dan pertimbangan yang ikhlas dan adil. De president besluit dan zijn reden met de wens: mogen uw besprekingen voortdurend zijn gebaseerd op rechtvaardig en oprecht beleid en op rechtvaardige en oprechte overwegingen, in de eerste plaats gericht op het landsbelang, het volkswelzijn en de maatschappelijke vrede. Hiermee verklaar ik de eerste zitting van het parlement van de RIS voor geopend. Merdeka. En na deze lange rede van president Sukarno kon de eerste Indonesische volksvertegenwoordiging met haar belangrijke en verantwoordelijke taak beginnen.